Ome Arie was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp, in het kleine café. Ze hielden van sarren en plagen als ze samen biljarten, die twee. Café biljart, café biljart, klein stukje groen voor het eenzame hart. Het schijfje zegt klik, balletje tik, die ene ben jij, die andere ben ik. Het was steeds een sigaar en een slokje, al hezen ze niet meer zo snel. Ze keken niet eens op een klokje, zo gingen ze op in een spel. En boven het groen van het laken, daar leken ze jonger zo waar. Ze probeerden elkaar af te maken, maar ze konden niet buiten elkaar. Café biljart, café biljart, klein stukje groen voor het eenzame hart. Het schijfje zegt klik, balletje dik, die ene ben jij, die andere ben ik. Het was koud, het was eind januari, en Willem stond al aan de tap. Toen kwam iemand zeggen dat Arie niet kwam. Eerst had er nog iets van een grap. En Willem, dat was een aparte. Hij zei toen hij de boodschap ontving: alleen kan een mens die biljarten. Hij zette zijn pet op en hij ging. Café biljart, café biljart, klein stukje groen voor het eenzame hart. Het schijfje zegt klik, balletje tik, die ene ben jij, die andere ben ik. Café biljart, café biljart, klein stukje groen voor het eenzame hart. Het schijfje zegt klik, balletje tik, die ene ben jij, die andere.